We hebben een huis gekocht in Duitsland. We komen eerst een entwurfkaufvertrag van notar. En daarna komt de termijn en dan wordt het kaufvertrag onderschreven. Veel mensen denken dat ze ook gelijk betalen moeten. Maar niet doen. We komen eerst een schrijven van notar. Dat hij zegt, oké, ik heb bij de gemeente controleerd. Die belusten geen voorkeursrecht. Dat is niemals een probleem. Tweitens heb ik controleerd bij het Finansamt of het ook erlaubt is. Dat ze niet nog uit de rechnungen zien van die huidige eigentümer. En dan gemischt tussen 3 en 6 weken nacht als onderschrift bij notar, bekomen ze een schrijven van notar. Dat is een velligkeitserklärung. En daar staat vermeld, ik heb alles controleerd voor ze. Ze bekommen het groene licht. En jetzt kunnen ze die kaufprijs überweisen. En niet früher.